welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met obvious een nieuwe make-up video. Want ik ga vandaag de nieuwe Make-up Revolution X Game of Thrones collectie testen. Je zult misschien bedenken, waarom komen ze in hemelsnaam uit met een Game of Thrones collectie als Game of Thrones al lang klaar is? Dat komt denk ik waarschijnlijk door de nieuwe Game of Thrones serie. En als het goed is, heet die House of Dragon. En dat gaat over de Game of Thrones wereld, maar dan jaren ervoor. Dus voordat de echte Game of Thrones dingen er was, die mensen er waren. Wie heeft Game of Thrones allemaal gezien? Steek je hand op beneden in de reacties als jij Game of Thrones hebt gezien. Ik denk dat bijna iedereen het wel heeft gezien, inclusief mezelf. Ik moet wel zeggen, ik was heel laat. Ik heb hem pas gezien toen de hele serie er al helemaal op stond. Dus ik was een van de laatste die hem heeft gezien. En ik heb hem ook gewoon gebinge-watched. Ik heb gewoon alles gezien in echt een recordtijd of zo. En ik vond het ook oprecht heel leuk. Terwijl ik normaal niet echt hou van dat soort series, maar toch vond ik die wel leuk. Ik ga ook nog beginnen aan de nieuwe, die van nu. Maar daar ga ik pas aan beginnen als alle afleveringen erop staan. Want als er iets is waar ik een hekel aan heb, is het 1 aflevering per week. Ik wil altijd gewoon binge-watchen. Dus ik ga wachten totdat alles erop staat. Maar ik ben heel benieuwd, want hij schijnt even goed te zijn. Dus let me know wat jullie ook vinden van die van nu. Maar goed, Make-up Revolution is dus uitgekomen met een samenwerking met hun. Met een heleboel producten. En we gaan die vandaag allemaal testen. En ik ben weer heel benieuwd. Want ik heb al heel lang geen nieuwe collectie van Revolution getest. Terwijl vroeger echt, jongens, ik maakte echt 100 video's over Revolution. Dus ja, het is weer tijd. Dus laten we het gewoon gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze testvideo. Oké, de collectie is een medium grootte. Niet heel groot, niet heel klein. We hebben alleen niks voor het gezicht. Dus zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. En we gaan vandaag beginnen met iets voor de wenkbrauwen. Ik heb hier de Make-up Revolution X Game of Thrones Soap Styler. Een hele mooie, beetje spiegelachtige rode verpakking. En dit is dan de inhoud. Je krijgt dus de zeep en ook een handig kwastje erbij. Dit is een van de weinige keren dat ik een product test voor de wenkbrauwen. Ik vind wenkbrauwen doen gewoon echt niet leuk. En ik heb daarom ook nooit zin om nieuwe producten voor de wenkbrauwen te testen. Maar ik dacht, laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon proberen. Een hele schattige kleine verpakking. En dit is hem dan. Soap Brows was echt een hele lange tijd echt helemaal een hit. Iedereen was aan de Soap Brows. Ik heb wel persoonlijk het gevoel dat het nou een klein beetje over is. Maar ja, whatever. We gaan het gewoon proberen. Ik heb mijn wenkjes al gedaan, maar ik heb nog geen wenkbrauwgel aangebracht. Ik gebruik altijd een normale wenkbrauwgel. Ik heb soap bars gebruikt in het verleden, maar ik vind het gewoon persoonlijk te veel gedoe iedere keer. Ik wil gewoon liever gewoon een gel gebruiken die ik gewoon met een kwastje erin doe en dan ben ik klaar. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Het ruikt me helemaal niks. En dit gaat er dan voor zorgen dat je wenkbrauwharen op hun plek blijven zitten. En je een beetje van die fluffy brows krijgt. Dus dat je wenkbrauwen ook wat voller lijken. Dus ja, dit soort producten moet je echt alleen gebruiken als je ook echt voldoende wenkbrauwhaartjes hebt. Als je dat niet hebt, heeft het geen nut om dit product te gebruiken. Oké, laten we beginnen. Ik ga eerst deze applicatortje een beetje nat maken. Want je moet de zeep altijd eerst nat maken. Kan gewoon met water of met een fixing spray of wat jij wil. Ik heb hier geen water, dus ik gebruik gewoon een fixing spray. Hij is wel heel klein. Ik had gewild dat dit een stukje iets langer was. Want ik heb nu niet echt heel veel houvast. Maar oké, laten we het gewoon proberen. Ik weet niet hoeveel ik moet gebruiken. Maar ik heb nou een kleine hoeveelheid op de spoelie. En dit gaat dan gewoon zo door mijn haartjes heen. Ik moet zeggen, dit soort producten werken op zich altijd wel gewoon goed. Je haartjes blijven ook echt goed vastzitten. Ik heb gewoon even de zeep nat gemaakt. Ik denk dat dat wat handiger is. Online stond dat je de kwast moest nat maken. Vandaar dat ik dat deed. Maar zo doe ik het eigenlijk gewoon normaal. Ja, dit werkt een stuk beter. Ik ga gewoon beginnen met 1 wenkbrauw. En dan kunnen we het verschil straks zien met die ernaast. Ja, mijn haartjes staan echt omhoog. Beetje laten opdrogen. Ik denk dat jullie al nu al best wel het verschil kunnen zien. Deze is iets meer gedefinieerd of zo. Je ziet de haars ook een stuk beter dan hier bij de normale wenkbrauw. Ik ga het ook eventjes laten zien met mijn phone, want dan kunnen jullie het wat beter zien. Zien jullie dit? Kijk, hier is er helemaal geen definitie, helemaal niks. Gewoon helemaal mat. En hier is het helemaal zo fluffy omhoog gaan staan. Zie je dit? En het heeft de wenkbrauwproduct eronder ook niet verstoord. En dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Jongens, ik denk dat ik het een fijn product vind. Oh my gosh. Het maakt mijn wenkjes ook niet wit. Ik heb al heel vaak van dit soort producten gebruikt. Dus ik weet wat ik ervan moet verwachten. En ook ja, wat er af en toe gebeurt wat ik niet goed vind. En dat is bijvoorbeeld dat mijn wenkjes wit worden. Of dat het de make-up eronder verstoort, et cetera. Ik denk dat ik het goed vind. I like it. Het doet gewoon precies wat het zou moeten doen. En vooral dat het de wenkbrauwproducten eronder niet verstoort. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ik heb er een hekel aan als die helemaal worden verschoven
of zo. Ook echt heel handig to go. Alles zit er gewoon in. En je hebt ook een spiegel. Voor slechts 7 euro vind ik dit echt wel een goed product. Dan gaan we nu beginnen aan de ogen. Want de rest van de producten zijn voor de ogen. Deze collectie heeft een heleboel oogschaduwpaletjes. En ik ben gegaan voor deze blauwe. Dit is de Makeup Revolution X Game of Thrones Forever Flawless Shadow Palette Winter is Coming. En dit is dan de inhoud. 18 prachtige blauwachtige kleurtjes. Een grote spiegel. En het is cruelty free en vegan. Oké, ik dacht ik ga voor blauw. Winter is coming. Jullie weten allemaal wat dat inhoudt. Dat de slechterikken komen. En die komen aan in de sneeuw en in de kou. Letterlijk de winter. Zo koud als het maar kan zijn. Dus vandaar dat dit paletje een beetje zo blauw is. En zo koudachtig, zeg maar. En dit is dan de inhoud. Ik heb geen enkel paletje met echt alleen maar blauwe kleuren. En dat is waarom ik deze heb gekozen. Want ik heb zo'n paletje nodig. En dit soort paletjes van Revolution die in zo'n blikje verpakkingen zitten, zijn vaak wel goed. En ik ben heel benieuwd. Vooral deze glanzende kleuren zien er allemaal echt heel mooi uit. Ook een heleboel matte kleuren. En ook verschillende kleuren. Je zou denken dat als je een blauw paletje hebt, het gewoon vol gaat zijn met dezelfde kleur blauwe kleurtjes. Maar dat valt echt mee. Je hebt echt wel verschillende kleuren. Ook gewoon genoeg kleuren, genoeg matte kleuren om echt een hele look te maken. Dus ja, we gaan gewoon hier eventjes iets mee creëren. Ook heb ik voor de ogen deze set. Dit is de Makeup Revolution X Game of Thrones Shadow Balm Set. Met 3 verschillende kleuren liquid eyeshadows. Deze wil ik dus ook gaan gebruiken. Ik ben heel benieuwd of ik een look kan maken met allebei de producten. Zowel het paletje als deze liquid oogschaduwen. Ik ben niet echt de grootste fan van liquid oogschaduwen. Ik vind ze altijd een beetje vervelend of ze werken niet goed. Of ze worden helemaal zo korrelig op de ogen. Dat is echt heel vervelend. Dus ik hoop dat deze gewoon goed gaan zijn. Wel hele mooie kleurtjes. Echt een Game of Thrones vibe. Kijk, dit zijn echt perfecte kleurtjes voor deze collectie. Goud, zilver en zwart. Dit zijn dan de 3 kleuren geswatcht. De zwarte kleur is mat en de andere 2 kleuren zijn een beetje metallic-achtig. Mensen, mijn wenkbrauwhaartjes zitten echt helemaal vastgelokt. Echt, konden jullie het maar voelen vanuit jullie beeldscherm? Ze zitten echt helemaal vast. Wauw. Oké, ik ga iets doen wat een beetje risky gaat zijn. En ik hoop dat het gaat lukken. Maar ik ga deze zwarte liquid eyeshadow gebruiken als oogschaduwbasis. Als dit niet gaat werken, gaat dit echt nou gewoon mijn hele gezicht verpesten. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik begin gewoon met een klein beetje. Zodat als het niet goed is, niet gelijk mijn hele oog is opgefokt. Dan pak ik deze donkerblauwe matte kleur, die heet Winterfell. En daarmee ga ik een beetje blenden bij de randen van deze zwarte liquid eyeshadow. Ik moet zeggen dat dit op zich wel goed gaat. Het blendt gewoon goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan pak ik deze iets lichtere blauwe matte kleur, die heet Direwolf. En daarmee ga ik ook weer uitblenden. En deze kleur gaat in mijn hele arcadeboog. En mensen, neem echt je tijd om goed te blenden. Want zo'n look moet je echt goed uitblenden. Want anders wordt het echt heel lelijk. Dus neem gewoon echt je tijd. Dit is niet echt fallout. Dat is wel fijn. Dan pak ik deze blauwe glanzende kleur hier beneden. Die heet Night Sky. En die wil ik zo op mijn ooglid aanbrengen. Zeg maar op de zwarte liquid eyeshadow. En door die zwarte oogschaduw eronder wordt het nou veel dieper en donkerder. En gaat deze kleur er ook wat meer uitspringen. Dus dat is heel mooi. En ik breng hem gewoon zo een beetje aan in het midden. Kijk hoe mooi dit is. Wow, ik ben echt in shock. Tot nu toe werkt alles echt heel goed. Ik ben impressed. Het is zo'n betaalbaar paletje en zo goed. En ik ben ook echt onder de indruk van deze zwarte liquid eyeshadow. Hij blendde echt fantastisch. Hij is helemaal niet vlekkerig geworden. Hij is goed zwart. Wat ik dan ga doen is dat ik deze zilveren liquid eyeshadow pak. Ik pak gewoon een beetje zo met de kwast ervan af. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoek. Gewoon extra glow, gewoon een klein beetje. Dan pak ik deze witte glanzende kleur, die heet White Raven. En daarmee ga ik er dan nog extra overheen om het nog meer icy te maken, zeg maar. En dan met wat er nog op de kwast zit, ook een heel klein beetje onder de wenkjes. Maar echt maar een heel klein beetje, want het is echt een heftige kleur. Dan breng ik een zwart oogpotloodje aan in de onderste waterlijn. En dan ga ik alle blauwe matte kleuren die ik heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Jongens, ik vind dit zo mooi. Vinden we ervan mooi, hè? Oké, dan gaan we verder met het volgende product. En dat is deze eyeliner. Dit is de Makeup Revolution X Game of Thrones Renaissance Flick Raven Black Eyeliner. Deze Renaissance eyeliner bestaat al in hun collectie voor heel lang. En hij is ook geweldig. De originele heb ik gewoon gebruikt. En die is echt fantastisch. En ik denk dat dit gewoon alleen maar een andere verpakking is. En dit is dan hoe die eruit ziet. Zo mat zwart. En dan zo met gouden letters erop. Wel heel mooi. Ik hou van deze mat zwarte verpakking. I love it. En het is zo'n hele dunne pen. Jongens, deze Renaissance Flick van hun is echt fantastisch.
Ja, deze eyeliner is gewoon precies als hoe ik hem mij herinner. Echt fantastisch. Heel fijn om mee te werken. Echt een van de beste eyelinerpennen die ik ooit heb geprobeerd. I love it. Dus als je nog op zoek bent naar zoiets, deze is echt zeker een aanrader. Dan het volgende, en dat is de mascara. Dit is de Makeup Revolution x Game of Thrones Dragon Lash Mascara. Ik ben echt heel benieuwd. Ik vind de verpakking ook echt heel mooi. Zo'n drakenhuid. En het voelt ook zo 3D aan, zeg maar. Het is er echt zo ingegraveerd, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik wel echt een heel leuk effect. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik moet zeggen, als ik er zo naar kijk, weet ik niet echt of dit iets gaat zijn. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Ik heb een lash lift gehad, dus we kunnen mijn wimpers lekker goed zien. Ja, toen ik hem zag, wist ik het eigenlijk al. Maar ik vind hem echt helemaal niks. Hij doet echt niet veel voor de wimpers. En ja, ik vind hem gewoon niet zo... Ik vind hem ook een beetje viezig of zo. Kijk wat er helemaal zo aan hangt. Nee. Ik vind hem niet goed werken. Het is echt zo'n cheap-ass mascara van vroeger. Echt zo van die kindermake-up of zo. Had ik niet per se verwacht van Revolution. Maar daar ben ik weer. Het is helemaal klaar. Kijk even hoe mooi deze ooglook is geworden. Echt lekker donker en blauw en zwart en grungy. I love it. De wimpers die ik op heb zijn van Tati Lashes in de stijl Faux Me TL4. Dan als laatste nog de lippen. Ik heb de collectie hier openstaan online. En ik zie dat de collectie ook een matte liquid lipsticks heeft. Die ik niet heb besteld. Ik heb geen idee waarom. Kennelijk heb ik ze niet gezien. Want als ik ze zou hebben gezien, zou ik ze hebben besteld. Dus dat is wel jammer, want ik had die ook wel graag geprobeerd. Maar ja, dus nou voor nu heb ik dus geen lipstick van deze collectie. Dus ik ga gewoon even iets van mezelf gebruiken. En ik dacht, laat me een beetje voor de donkere vibe gaan. Ik heb hier lippot een loodje van Huda Beauty in de kleur Vixen. En deze olie van Clarins in de kleur 03 Sherry. Nou jongens, dit was het dan. Mijn lippen zien er zo juicy uit. Clarins heeft echt de beste lipolie ever. I love them. En hij ruikt ook echt heerlijk. Ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Wat vinden we ervan? Ik heb al heel lang niet zo'n donkere smoky eye gemaakt. Ik vind dat altijd mij niet echt het beste staan. Omdat alles aan mij is al donker. Zwarte haren, zwarte wenkbrauwen, zwarte ogen. Dus vandaar dat ik dit soort looks niet heel vaak maak. Maar ik vond het voor deze collectie toch wel echt een vibe. Kijk even hoe mooi. Ook heel leuk met deze lippen. Ik moet zeggen, ik ben overal best wel tevreden met de collectie. Ik ben blij met de brow soap. Die heeft mijn haar echt mooi op hun plek gehouden en deed niks raars. Deze eyeliner wist ik eigenlijk al lang. Deze is echt geweldig. Dit paletje is ook echt goed. Vooral voor die lage prijs. Al hun paletjes in deze blikjes, dat had ik al net verteld, zijn vaak echt gewoon heel goed. Ik ben ook echt impressed met deze liquid eyeshadows. Vooral met deze zwarte. Als je vaker zwarte liquid eyeshadows hebt gebruikt, weet je dat ze niet echt altijd het beste zijn. Ze worden vlekkerig, blenden niet, etc. En deze was gewoon echt helemaal perfect. So I love it. Alleen deze mascara was een beetje een teleurstelling vandaag helaas. Deze raad ik daarom ook niet aan. Maar dit is ook echt het enige wat ik niet aanraad. Voor de rest was alles echt heel goed. Echt een goede collectie. En echt Game of Thrones-achtig. I love it. Zoals altijd ben ik ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Wat vinden jullie van de collectie? Wat vinden jullie van de show? Van deze make-up look? Kom gewoon lekker kletsen met mij. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Al met al ben ik echt heel blij met hoe ik er nou uitzie. I love it. En deze lippen, jongens. Ik weet dat ze niks te maken hebben met de collectie, maar ik vind ze echt super juicy en mooi. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!